Dus alle dames zijn weer thuis. Ik ga echt niet in de tuin zitten kijken hoe jij stenen sjouwt. Of jij je chili recept wil prijsgeven? Tuurlijk. Even mijn gitaar opgehaald. Christy moest toch naar België. Zeg nou, als je dan toch naar België rijdt, neem dan al mijn gitaar even mee. Dus alle dames zijn weer thuis. Je had natuurlijk geen koffers, dus ze liggen allemaal los in dekentjes. Ja. Heb je ze gemist? Nou. Dit is onze schuur. En daar moet een nieuwe vloer in. Dat moet een vloer in groot worden. En daar zaten tegels in. En die lopen we nu lekker één voor één naar de container. Nou, top hoor. En ik voel me net een bouwvakker. Ja. Het is niet heel sexy, maar... Niet? Ja hoor, hartstikke leuk om je even te zien. Ik love the show. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u lid van de Garden Company? Dit is van mijn vriend Jantje. Die heeft dit bedrijf. Alleen die had ook deze scooter. Mijn scooter ging kapot en hij reed niet op. Dus ik heb de scooter overgenomen. Ja. Ik had geen zin om de stickers eraf te halen. Ik vind het wel leuk. Ja, toch? Maak een beetje reclame voor Jantje. Garden Company. Valutane. We moeten de mensen een beetje meenemen in onze dagelijkse routine. En dat is beginnen hier op de stoep met een kopje koffie. Ja, en daarna halen we nog even wat tegels eruit. Ja. Nee, het is vrij rustig aan het front. Maar er hangt wel een soort serene rust hier. Ja. We steen de shower dag 2. Waste of the money on gambling, coke and wine. Hey, lieverd. Nothing left behind. Now I'm trying to fight the system. I'm trying to find. Hi Tobier. Hi Tobier. Ja, ze zien jou altijd in een pak, maar dit is extreem. Het is overigens niet normaal hoeveel bestellingen wij binnenkrijgen van jullie. Dank u wel. Ja, echt. Omdat mensen misschien eens tijd hebben nu lekker om een plaatje op te zetten. Misschien is dat het. Dus we gaan weer, zoals iedere week te zien is in de vlog, even een ritje naar de Office Center en terug tussen het stenen sjouwen door. Mijn bouwvakkertje mee. Ja, maar ik maak me graag nuttig. Ik ga echt niet in de tuin zitten kijken hoe jij stenen sjouwt. Nee, soms, dat doe ik niet, dat kan ik niet. Nee. Het is natuurlijk allemaal best wel kut, heel dat corona gedoe, maar dit weer is daarom toch wel echt even lekker, hè? Dat maakt een hoop goed. Ik zie net dat de fanclub 6000 leden heeft. Ja. Leuk hè? Dank jullie wel mensen. Dank jullie wel voor de support. 6000. Ik heb toch pas zo'n filmpje opgenomen voor 4000 leden? Nee, voor 5 volgens mij. Nee, dat was voor 4500 leden. Ik weet niet. Jammer hè, dat we zo lang de band niet zien. Nou. En samen spelen. Ja, het is een rare situatie dit. En daarom heb ik besloten dat ik iedereen een kaartje ga sturen. Een ouderwets kaartje. Dat vind ik heel lief. Leuk hè? Ja. Ik heb ook allemaal van iedereen een foto uitgekozen van het festivalseizoen. Deze is bijvoorbeeld van Kees. Schmierkees. Schmierkeesie. Met een positief tekstje erin. Vind ik leuk. Ik vind het ook leuk. Het is vrijdag. Vrijdag is het. Einde van de week. Ik ga zo naar Jinek. Ja. Mag niet mee, ik ben te klein. Je moest het in je eentje klaren. Ja. Had jij maar iemand om van te houden. Twee zachte armen om je heen. Hé, hey, heb je er zin in? Ja. We noemen haar gewoon Jinek, maar ze heet gewoon Eva. Ja, ze heet gewoon Eva. Ja. Maar het is zo raar als ik zeg, ik ga even naar Eva. Nee, ik ga een liedje. Ik ga denk ik weer slap ouwe hoeren, net zoals altijd. Ja. Want ik heb niks te melden. En ik ga... Sst. Ja, hold on to let go. Hi, Beek. Hi. 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 Tot zo, Beek. Tot zo. Hij heeft zich dat. Doei.
gek en dan zou het frustrerend zijn, maar dit is voor heel de wereld en heel de wereld problemen liggen mensen in ziekenhuizen en mensen werken daar helemaal te pletteren. Daar ga ik toch niet zo over een van de kut. Is het wel alle dingen die daar niet mee te maken hebben voelen ook heel futiel en overbodig als we het erover hebben. Dat snap ik ook. Ja, ja. Nee. Got the whole world besides. Got to hold on. Let go. Hi. Hey baby. Ik moet heel erg nodig even plassen. Ja, doe dat maar eerst dan. Was leuk. Nou, was hartstikke leuk. Ja. Hoi. Ik vond het heel leuk. Nou, ik vond het ook hartstikke leuk. Ja. Het was hartstikke gezellig. Het is toch een avondje uit. Theo Maas zag het ook als een avondje uit. Ja, ik ben weer eens verhuisd. Ja, dat is ook wel weer zo. Ik kom weer ergens anders. Ja. Ja. Een vlog afsluiten. Ja. Ik weet niet of de vlog een beetje... Ik heb voor mijn gevoel een beetje onsamenhangend. Maar ja, dat is nou eenmaal in deze gekke tijden. Ja. Dus we proberen er maar wat van te maken en jullie een beetje mee te nemen in wat wij dagelijks doen. En, oh ja, ik kreeg de vraag of jij je chili recept wil prijsgeven. Tuurlijk. Ja, ik zet hem na de tot volgende week. Dus als je het niet wil weten, zet je gewoon nu de vlog uit. Kan je hem uitzetten. En daar heb ik hele schattige beelden onder gezet. Dus... waarschijnlijk zijn die te schattig en luister je niet naar het recept. Fijn weekend. Bedankt voor het kijken. Pas op jezelf. En tot volgende week. Doei. Oké, komt-ie. Je gaat dus eerst die paprika, die ui, die winterpeen, die snij je allemaal in kleine blokjes. Die helemaal mooi klein, kleine dobbelsteentjes, ja ongeveer centimeter. Die ligt een beetje aan wat je zelf wil. Dus dat snij je mooi fijn. Dat gooi je met... olie in de pan, dat gooi je gewoon lekker, dat laat je gewoon nou, goed aanzetten. Ondertussen heb je die courgette ook, even die zaadlijsten eruit, ook allemaal in mooie kleine blokjes. De rode peper moet je even zelf doen. Ik zou eerst met een halfje beginnen, want die teringdingen die zijn nog wel eens heel heet. En, of helemaal niet, dus het ligt een beetje aan de peper. Dan heb je dat gewoon goed gedaan. Dan gooi je er gewoon een beetje peper en zout bij, gewoon een klein beetje. Dan doe je de 1 blik gepelde tomaten. Die gooi ik zelf altijd even door het zeef. Maar die kan je ook gewoon zo erin snijden. Moet je alleen even opletten, want in sommige zitten nog harde kontjes. Je kan ze ook op je blok even in stukken snijden. En dan bakken ze beter. Dus die gooi je er ook in. Nou, dat hebben we dan gehad. Dan gooi je je knoflook erbij. En je courgette. Dan de linzen. Even uit het blik in een verzeefje. Even onder de kraan afspoelen, want ik vind het vies als ze in een blik hebben gezeten. Dan zijn ze ook blikkerig. Dat erbij, die bakje aan. Nou, dan hebben we dat gehad. Dan de chilipeper, de cayennepeper, de komijn, de knoflook, de oregano, de paprika poeder. Ja, die moet je even in een bakje doen. Dan moet je licht, als het gewoon een klein bakje is van een... ja, wat is het? Pak een bakje van ongeveer 8 centimeter doorsnee of zo en gooi gewoon... laagjes van 5 mm, gewoon een beetje, ja, 5 mm en die stapel ze, of 3 mm. Gewoon laagjes, dat je een goed mooi kruidenmengsel hebt, dat je kan je wel een beetje inschachten. Je kan van alles ongeveer evenveel doen en dat gooi je dan erbij. Dan doe ik altijd nog 2 theelepels Coleman's mustardpoeder. Dan doe ik nog 2 theelepels La Chinata Pimento della Vera. Dat hebben we dan gehad. Nou, dan 2 eetlepels. Ja, en dan al die. En dan de Bonduelle, de Mexico melange erin. En de Bonduelle chilibonen in saus. En dan de rest. En dan gewoon maar op laten staan tot alles helemaal zacht is gekookt.